Dankjewel en dank jullie wel voor dit hele warme ontvangst, zelfs als je te laat komt. Ik voel mij hier zeer welkom. Prachtige beelden. Dank ook voor die hele mooie blikken en betrokken blikken op de stad. Maar volgens mij is mooi of lelijk is niet eens de essentie van deze wenskaarten. Wat er vooral uitspreekt dan alleen Den Haag. Dus daar wil ik jullie heel erg hartelijk voor danken. Ik vond het ook heel erg leuk om op een van die wenskaarten ook volgens mij de oorsprong van de Vrienden van Den Haag aan te treffen, het Kurhaus. De strijd om het Kurhaus, begin jaren 70. Ik zelf heb, voordat ik, want ik weet niet wat je allemaal over hebt verteld. Maar voordat ik in de gemeenteraad zat, was ik actief bezig met de stad. En ik was onder andere, zat ik in de werkgroep Binnenstad. We hadden toen grote zorgen met de bouw van de tramtunnel. En in die werkgroep Binnenstad zat in ieder geval mijn inspirator waarom ik ooit de weg richt in de parlementaire democratie en de lokale politiek heb gekozen. Dat was Karel van Rijkenvorsel. Maar in die werkgroep zat ook Hermans de Schaapman. Ja. En wij hadden toen ook een krantje gemaakt, Onze Stad erop of eronder. Dat was natuurlijk gerefereerd aan de tramtunnel. En wij maakten ons zorgen, omdat wij zijn van voortbouwen op de bestaande stad. Dat was onze ontstaansgrond. En dus vanuit die visie hadden wij moeite met de grootschaligheid waarin bijvoorbeeld de markt of werd bedreigd. Nou goed, heel geschiedenis. Maar in dat kader hebben we een platform gemaakt, die krant. En toen heb ik ook Hermans geïnterviewd. Toen ben ik wel meer gaan verdiepen. Toen ben ik ook kennis gaan maken met de Vrienden van Den Haag. Daarvoor had ik dat als actievoerder had ik dat nog niet zo scherp in beeld. Maar dankzij Hermans ben ik ook vertrouwd geraakt met jullie vereniging. En de kop van dat artikel was L'histoire se répète. En dat ging inderdaad om dat bewoners zich niet afzijdig hielden langer van de publieke discussie, maar dat ze daar een actieve betrokkenheid in toonden en ook probeerden de politiek ter verantwoording te roepen of aan te spreken op ontwikkelingen. En ik heb dat als raadslid altijd als een enorme steun ervaren. Ook de manier waarop jullie dat met elkaar hebben vormgegeven. Niet zuur, maar wel betrokken, wel kritisch, wel scherp. Maar wel altijd met die liefde voor de stad. En over dat spuikkwartiertje, wat op dit moment is nodig, veel van de tijd. En terecht dat de zorgen die er zijn met de aanzien van de ontwikkelingen, dat jullie daar de politiek en ook mij als de bestuurder daarop blijven aanspreken. Dus ik hoop ook dat we op die manier nog heel lang elkaar scherp houden, maar ook vooral mogen samenwerken. Dus hartelijk dank hiervoor.